Hey, hallo allemaal. Ik ben naar de kroeg geweest. In principe ben ik Ape Lazarus. En ik heb het donkerbruine gevoel dat ik morgenochtend weer wakker ga worden. Het is net alsof ik niet dronken kan worden. Je blijft maar doorgaan. Ik. Ja, verdorie. En je hoort te beginnen met het nieuwe formaat. Van, hey, hallo allemaal. Gaat het ook zo goed met jullie? Ja, maar ik ben zo besopen, man. Ja, ik ben helemaal niet besopen. De meeste mensen zullen denken van, nou, als ik zoveel gesopen had als Perry, nou, dan had ik nou niet meer op mijn achterhoofd gestaan. Ja, zo gaan die dingen. En dat is niet erg. Alcohol leidt tot CO2. En van CO2 gaan de planten groeien. En dan krijgen we weer alcohol. En dat zuip je dan maar op. En dan krijg je weer CO2. Of niet? En dit gaat over het geloof. Het enige. Dat geldt. Het geloof. En geloven, dat doe je in je eentje. Daar heb je geen mensen bij nodig. Anders dan om jouw geloof door te geven. Op een dusdanige manier dat de mensen aan wie je dat geloof doorgeeft, dat ze ook gaan geloven. Op een leuke manier. Het meest belangrijke geloof is heel gevaarlijk. Daar mag ik je niet toe uitnodigen. Dat is hogere orde geloof. Christus Jezus is daar een voorbeeld van. Een andere idioot. Nou, exemplarische figuren. Je hoort mij niet zeuren. Maar je gaat niet gekke dingen doen zoals Christus Jezus. Dat doen we niet meer. He? Het hoort bij het geloof. Dit hoort erbij. Dit is geen enkel probleem. Join the club. Maar dat gaan we niet. Ik geef een. Ik ben bezopen, dus. Dan kan ik nog wel een blikje bier open, dacht ik. Hè? Nou, dan. En dit ga jij niet doen. Ik ben zo iemand. Ik heb nooit een kater. Anders dan vroeger van mijn moeder en mijn zus en al die andere vrouwen. Die allemaal zo, ja, je moet gewoon je bek houden. Dan van die Mark Rutte vrouwen. Verschrikkelijk. Ja, het geloof houdt in dat jij niks voorstelt. In een wereld die een voorstelling is. Jij stelt
niks voor in een voorstelling. Die is. Jij hebt verdorie respect voor de kleur van de wolken en het geluid van de wind. Dat is het geloof. Dat jij niks voorstelt in een voorstelling die wel voorstelt. De Engelse frase is atonement. Engelsen kennen geen Nederlands. De Nederlandse vertaling van atonement is boetedoening. Beter. Maar wij hebben dit probleem ook met abortus. Abortus. Dus je hebt een abortus en een abortus. Nee. Je hebt ortus. En abortus. Ortus is vrucht. Abortus is kill the fruit. Atonement. At. Streepje. One. Ment. Atonement. Ja, beter hadden ze dat Engels helemaal niet uitgevonden. Het komt daarop neer. Je komt tot rust. Ja, maar COVID-19. Waar is de guillotine? Om mijn stomme kop eraf te laten hakken. Want ik denk niet na. You go fuck yourself. Or yourselves. By that matter. Of andere Franse uitspraken. Snap je? Allahu Akbar. Dat is geloof. Dat is Arabisch. Allahu Akbar. Het kan wel Arabisch zijn. Maar je kan niet zeggen dat alles wat de Arabieren zeggen, dat omdat ze kromme zwaarden hebben, en een celletje. Ja. Maar wij zijn net zo stom. En begrijp me goed, hè? Wij zijn net zo stom als de Eritreërs. Ja, maar wij zijn blank. Sorry, dat is geen geloof, hè? Het is geen geloof, man. Wij zijn blank. Hey, en we willen niet wit genoemd worden, want we zijn niet wit. Nee, je bent helemaal niet wit, je bent niet blank. Je bent geen neger, je bent geen spleetoog. Je bent geen bonenvreter. Je bent een mens. En dat is het geloof. En het geloof dicteert dat mensen, is het zo, eerst had je mens, maar die moest ergens wonen. Die moest ergens patatjes frikandel kunnen maken. Of patatsoervlees. Of nasi goreng. En dat moest.
Ja, en waar dan? Een mens was er? En waar moet hij dan huizen? Ja, hier natuurlijk. Dat is het geloof. Eerst was mens. En toen kwam aarde. Dat is geloof. In den beginne was het woord. En het woord was bij God. Zo zat het. En dat is het geloof. En als je dat beseft, net als met die metal death music performances, dan deden ze stage diving. Dan klom je het podium op en dan liet je jezelf achterovervallen met je armen breed. En dan werd je opgevangen. Dus dan doe je een jump naar achter, je armen wijd en je wordt opgevangen. Stage dive heet dat. Dat is geloof. En in principe mag je mensen niet aanmoedigen om te gaan geloven. Want als je tegen iemand zegt weer, hey man, moet je op het podium, hè? En dan moet je achterover gaan, hè? En dan huppakee, je armen wijten. Ja, straks flikkert hij op de vloer. Lul. Nou, komt het rusten. Je mag niemand uitnodigen tot geloof. Ik ben tegen, hoe heet dat? Evangelisatie. Kom op iedere donderdag om 7:15 en dan krijg je lulkoek in je oren geluld. Daar ben ik op tegen. Ik ben in die zin perfect, totaal eens met mijn grote broer. My big brother. Christus Jezus. Hou op met die kerken. Slaat nergens op. Punt. Je moet niet nadoen wat Christus Jezus heeft gedaan, want het had zin in die tijd. Dat moet je zien in de context. En voor de rest niet. Snap je? Het is verdorie 2000 jaar geleden. Tijd voor een nieuw geluid, of niet? Ja, je kan me tegenspreken. Ik ben die mening toegedaan. En voor mij is het geloof de inhoud van de Bijbel. In zijn totaliteit. Bereshit, bara, Elohim. Et Hashemayim, Ve'et Ha'aretz. En dat is Hebreeuws. En dat schrijf je van rechts naar links in een alefbed van 22 letters. 22
karakters. Zonder klinkers. Behalve de alef. En de jod. Ai. In den beginne was het woord. En dat woord was bij God. Geen klacht wil ik horen. Tenzij je een klacht hebt waar ik wat aan kan doen. Maar niet tegen mij gaan lopen klagen over dingen waar ik niks aan kan doen. De Grieken hebben gezegd: het makkelijkste is om een ander advies te geven. Het moeilijkste is om jezelf te leren kennen. Kijk, dat je een Griek bent, dat was pre-christelijk. Dat zijn die aristocraten. Ja, in principe Babyloniërs. Dat je in Griekenland hadden ze democratie. Hè? Dat is de bakermat van de democratie. Ja, 1%. Van de Atheners had stemrecht. En de rest ruimde stront. En stond eten te maken. De ene helft stond stront te ruimen. En de andere helft die stond eten te maken. Voor de volgende stront. Uit de kont. Van de 1%. En daar is niks mis mee. Zit niet zo te zeuren. Ja, er is niks te bereiken in dit leven. Helemaal niks. En als je dat accepteert, dan laat je alles los. En dan denk je: you go suck your own a-hole. En dat positief. Dus vandaag zat ik op het terras met een bloedmooie vrouw. En die keek mij aan. En die had daadwerkelijk haar... Jeetje. Ze zit onder de tatoeages. En dan zat die klote gozers. Die dan denken van, nou, dat is een lekker wijf, dan ga ik even oplopen schilderen. Een vrouw van vele mannen. Maar die wordt ook een dagje ouder. Ja. De haar wordt wat dunner. Een goede poten. Zij kan wat dragen. Daar ga ik vanuit. En morgen is zij de bruid. En zo moet je het bekijken. Ja, verdorie, man. Emiel Ratelband.
die is ook van het geloof. Die is van de positieve kant. Ik ook hoor, ik ook. Maar ook een beetje positief. Ik hou er wel van de andere kant. Het geloven is dat je verlicht bent. Lucht is ook het andere woord. Licht en lucht. Na zich, waar zit alles? En dat je tevreden bent met dat wat je hebt. En niets meer. Er valt niks te bereiken. Daar gaat het om. Jij bent geboren vanuit een wil. Die wil heeft jou veroorzaakt. En wat nu? Mijn kleine vriend. Wat moet je ermee? Anders dan dat je... Oh, nee, maar Buna Koste, dat is een goed recept. En, dat vind ik toch wel dat je daar naar kan streven. Nou, dat vind ik wel. Dat er niks aan de hand is, betekent niet dat je niet een Buna Koste kan maken. Gewoon om te kijken wat er gebeurt. Of spaghetti carbonara. Of bolognese. Dat is ook lekker, man. Wat heb ik nog meer? Ik ga binnenkort op HK22. Ga ik iets doen met champignons. Geen gezeik. Iedereen rijk. Een champignons met... ik denk een varken. Wel lekker hoor, varken erbij. Dan denk ik aan van die schouderkarbonades. Amen. Mooie, die champignons moet je bakken. En die schouderkarbonade ook. Ja, dan moet je bij elkaar weten te krijgen. Ja, het zijn varkens. En Asterix en Obelix. Die streden tegen de Romeinen. Weet je nog? De Romeinen. Dat is Babylon. Dat is George Soros en Bill Gates. George Soros en Bill Gates. In Frankrijk was er een heel klein stukje. Dat was Gallië. En daar zaten Asterix en Obelix. Ja, die vraten varkens. Met de blote handen gevangen. Hè? Je gaat naar het bos. En huppakee. Ja, hier een varken. En daar nog een varken. Oh, wat een hoop varkens. En dan gaan we al die varkens opeten. Ja, dat goed begrijpen. Het geloven, de act, kan ik het zeggen? Nee, dat kan ik niet zeggen. Het doen. Het to do.
van het geloven is levensgevaarlijk. Danger, de moord, gevaar van dood. Het behelst de volledige overgave. En het weggeven van al je bezittingen. En stom verbaasd gaan lopen kijken naar het stijgen van je bankrekening. Dat is het geloof. En probeer niet met jouw geloof. Doe niet zo stom als mijn andere broer, de Bhagwan, de Rinesh Rinesh, die gozer uit India. Die Shlomo. Die heeft zich laten vergiftigen. How stupid can you be? Dat, ik wil maar zeggen, Bhagwan, of Osho, dat niks mis mee. Een gelovig iemand. Maar ga niet de Muammar Gaddafi uithangen. Of de Mossadegh. Of de Willem de Zwijger. Of de Abraham Lincoln. Dat zijn nog meer? Ja, er zijn veel meer, man. Niet doen. Paulus heeft geschreven aan de Romeinen, dus de christelijke club die in Rome zaten, de Romeinen. Was het nou aan Efesius? Ja, was aan Efesius, ja. Wat was het nou? Anyway, het maakt geen donder uit. Dearly beloved, do not avenge yourselves. Vengeance mine, says the Lord. En zo is het. En jij gaat je verdiepen in dingen als... Piri zegt het wel, hè? Spaghetti carbonara, maar hoe maak je dat eigenlijk? En doe het. Andere dingen zijn, neuk je kerel in zijn kont. Hoeveel moeite is het nou? Je kan toch je eigen dildo maken van een toiletrol. Was een grapje. En ik bedoel het serieus. Het besef dat jij een starship bent. En laat het gaan, hè. En die kriebelige moleculen van jou. Oeh, ik heb zo'n jeuk aan mijn anus. Een vriendin van mij, die heeft daar geld mee verdiend. Die kocht een voorbeeld dildo. Met dan twee andere dingen. En die ene ging in haar vagina.
En die andere ging in haar reet. En dan... En dan is het nog een zware aan de voorkant hangen. En dan pakt ze een gozer. €100 per keer. Totdat zijn vrouw erachter kwam. En toen werd het €50. Nou, dat is mijn schatje. Iemand die snapt. Wat mij betreft dan. En vandaag ook op het terras. Zij is een prostituee. En dat maakt mij niet uit. Wat ik vervelend vind aan een prostituee, is dat er zoveel mannetjes omheen hangen. Ik wil iemand voor mijzelf. Altijd. Bij een man, dat interesseert een man niet, maar een vrouw? Een behoeftige? Die wil ik voor mezelf. En geen andere man erbij. Ik ben aan het sparen voor een kind. Kijken welke vrouw de gelukkige wordt met al die poen. Begrijp mij goed. Begrijp mij goed. En vanuit het geloof, als je klaarkomt, dan heb je een gelukzalig gevoel. Als je vanille bavarawa eet. Ook. Scheut je rum eroverheen. Maakt niet uit, man. Het gaat erom. Er is één wil. En die wil is een wil tot macht. Erg, hè? Dan zit je alcohol te drinken en dan word je moe. Dan krijg je de hik. Stomme kutmoleculen altijd. En dat is het geloof. Ik mag daar niemand toe uitnodigen. Dus echt niet. Dat wat ik doe, dat moet jij niet doen. Dat is veel te gevaarlijk. Dat is het geloof. Het is ontzettend gevaarlijk. Daar ga ik kapot aan, man. Gedenk Christus Jezus, die mafketel. Die gelovige lul.
Oh, ik snap het al. Nee. Het is noodzakelijk voor jullie dat ik heen ga, want anders dan kan ik de trooster niet sturen. Ja, dat soort stomme dingen. Ja, wij hebben dat nodig. Natuurlijk. Als Christus Jezus niet was geboren en niet had gedaan. Wat was ik dan? Ja, helemaal niks. Ik zeg het je recht in je smoel. Helemaal niks. Maar ik ga jou niet uitnodigen om net zo idioot te doen als Christus Jezus. En daarmee zeg ik ook, doe net zo idioot. Met een idee jood. Idioot. Op je eigen manier en niet copycat. Maar wel hetzelfde. Dus niet copycat. En nog beter. En hetzelfde. Christus heeft gezegd: het is noodzakelijk voor jullie dat ik de pijp uitga. Want als ik de pijp niet uitga, dan kan ik de trooster niet sturen. Aan de andere kant, als ik de pijp uitga, stuur ik de trooster. Ja, dat was 2000 jaar geleden. En nu, mijn kleine vriend, kan jij een spaghetti bolognese maken? Ja. Hoe staat het aan jouw kant? Hoe kan jij een beetje allerhande aha? Zoals mijn dochter, die niet koken ken. Een beetje zo van Adolf Heijn. Adolf Heijn. Albert Hitler. Dat je die recepten. Het is geen koken, man. Dat is. Nee, zo gaat dat niet. Dat ik het even weet. Niet dat er bij de Albert Heijn alles slecht is. Maar koken is iets anders. Komende donderdag dan ga ik Boena Gorst maken. Ja, dat zullen ze weten. En we maken echt twee. En mijn collega die gaat voor de milde. En ik ga voor de überhoid.
Uberheise, Uberheet. Spicy. In de zin dat als je dat eet, dan ga je 's morgens 3 keer schijten. Nee, je kan ook bedorven, met salmonella kun je ook doen. Doe je salmonella in je mond en dan moet je ook schijten hoor. Dat is ook een reiniging. Maar mijn Buna Gost. En mijn collega die maakt dan de milde. Dan heb je hete en milde Buna Gost. Kun je zelf kiezen. Heerlijk is het om te mogen koken. Heerlijk is het. Om dat te beseffen. En dat je al die mensen ziet. Die eten karton. Met papiersaus. C'est pourquoi c'est ça. Snap je? Geen medelijden. Met helemaal niemand. Jij gaat koken. Niet zelfs, niet straks. Maar heute nog. Dan moet je, als het oud papierdag is, hè, dan moet je langs de straten gaan. Haal je het mooie karton. En echt lekkere, ja, een beetje nat geregende kranten. En daar maak je dan wat lekkers van. Heb je dat goed begrepen? Dat is geloof. Dat mooie verhaal van Christus Jezus. Dat hij water in wijn veranderde. Dat kan jij ook. Wel is het belangrijk dat voordat jij een F-16 gaat starten, dat je de cursus hebt gedaan. Want anders gaat jij en je F-16 eraan. Don't push the button at the wrong time. Zo mooi heeft mijn grote broer, Christus Jezus, gezegd. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat lijkt mij ook, ja. Heel voorzichtig zijn. Heel voorzichtig zijn. Want anders ga je naar de hel. En wat is de hel? Nou, de hel, dat zijn de mensen in jouw omgeving. Oftewel,
hier. Een samsara. Ja, ik ben zo'n lul, hele stomme ouwe hoer ben ik. Ik denk, ik vind het wel leuk. Ja, ja ik vind het leuk. Ja, ik verdorie man, ik heb zoveel inkomen. Ik lijk Donald Trumpet wel. Ik heb dingen gekocht via internet. En die kartonnen dozen, die zijn nog helemaal ingepakt en die staan allemaal klaar. Mijn kachel heb ik helemaal niet aan. Die dingen staan op mijn kachel. Het is karton. Het staat bovenop mijn kachel. Maar die kachel is, die krijg je niet aan. Dus dat maakt het niet uit. Het is gewoon een kassie. En mijn bankrekening, dat stapelt zich maar op. Ik denk, hoe kom ik van de klotengeld af? Ja, wat is de bedoeling? Ik heb niks aan geld. Daar hou ik helemaal niet van. Ik wil in leven blijven. Dat is alles. Ik wil in leven blijven. Uit boetedoening. Ik wil het goed maken. Dat is geloof. Ja, pauze. Dus atonement. Dat is een mooi woord. At one ment. Daar gaat het om. En you go fuck yourself. En probeer het. Probeer het. Voor een keer. En wees niet arrogant. Vooral tegen die mannen. En voor die vrouwen, als je jezelf wil laten fucken, nou, daar heb je kerels voor. Hoor. En die hoeft maar een beetje. Je gaat een paar dagen niet onder de douche. Dan komen ze op je af. Als je als vrouw. Als je gepakt wil worden, moet je gaan koken. Zonder snipje. En dan word je gepakt. One way or the other. Onderbroek uit. En koken. Ja, die Schotse mannen, die hadden ook een rok, hè? En geen onderbroek. En die wonnen. Hè? Wat zou maar jij doen? Als je er behoefte aan hebt, als je er geen behoefte aan hebt, ik wil niet gepakt worden, dan ga mijn kant-en-klaar maaltijden halen bij de Albert Heijn. Adolf Heijn, ik raak altijd in door. Maar Albert Hitler, hè? Dan ga je toch daar je kant-en-klaar maaltijden halen. Wat maakt het uit? Ja, do not cry for me, Argentina. Ik ben van het geloof. Ja, ik ben 62. Ik heb recht van spreken.
lijkt mij. Toen ik zo oud was als Christus Jezus, toen hij aan het kruis hing, ja, zat ik te janken bij mijn therapeut, zogenaamd. Ik heb later leren huilen. Nu kan ik huilen. Mechanistisch huilen. Ik hoef alleen maar te denken aan kinderen. En dan word ik emotioneel. Ja, zo gaan die dingen. Dan denk ik aan sommige buitenlanders en dan word ik emotioneel. Op een andere manier. Dat ik denk, wat doe jij in mijn kutland? Met je kutgedachten. Dat zijn ook emoties. Het is allemaal leuk hoor dat we hier naar Nederland komen. En mensen komen naar Nederland om Nederlander te worden. Let op de klemtoon. Nederlander. Hier in Nederland, wij zijn uit Marokko en Egypte van Europa. Het noordwesten. En de delta. Het is geografie dat ons bepaalt. Niet andersom. Vandaar hebben wij rassen. En dat komt omdat wij ons hebben, wij is Elohim. Bereshit bara Elohim. Hè? Wij, ons, 100, wij passen ons aan. Dus we hebben Eritreërs, we mensen uit allerlei windstreken. En wat nu? Mijn kleine vriend. Nou, wat ga jij doen? Ik vind het erg belangrijk dat ik mij geen zorgen maak over dat wat jij gaat doen. Want ik heb niks te maken met jou. Het allermakkelijkste is om een ander een advies te geven. Het allermoeilijkste is om degene te kennen die een ander advies loopt te geven. Namelijk jij. Wie ben jij? Ik heb toiletten schoongemaakt. Dat hielp mij. Maar dat kan ik toch niet zeggen tegen jou. Nou, je moet toiletten schoongemaakt voor maloten. Nee, het hielp mij. Om toiletten schoon te maken. Maar waarom voor jou ook?
En trouwens, nou, je mag die baan wel hebben, want ik ben ontslagen. Maar... Het is een mogelijkheid. De outbound telemarketing. Het is business. Daar kan je goed geld mee verdienen. Met heel veel dingen kan je goed geld verdienen. Je moet wel je schoenen gepoetst hebben. Een beetje meedoen. En een spaghetti carbonara maken. Of bolognese. En die andere dingen. Ik moet een pittige e-mail gaan schrijven. En wat wiet op gaan roken. En goed nadenken. Met de nadruk op denken en goed en duchtig. Ja, geloven is, het is helemaal niet leuk eigenlijk. Je, als je gelooft, hè, dan heb je de godganse tijd wat te doen. Als je ongelovig bent, dan denk je, nou ja, laat me gaan. Als je gelovig bent, dan ben je heel druk. De godganse tijd. Ik zeg het je, beter kan je ongelovig zijn. Dan row, row, row your boat gently down the stream. Diddly, 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 life is but a dream. Ja, dan krijg je dat. Ja, ik ben daar niet van. Hè. Ik ben van de strijd. En de woede. En Allahu Akbar. Daar ben ik van. La ilaha illallah. Zo is het. En niet anders. Nastrafje. En er is geen alcohol genoeg op deze wereld om mij dronken te krijgen. In zekere zin, man. Oké. Een beetje overdreven. Het was bedoeld als een grap. Het is een soort metafoor. Hè, dat. Ik zit zwaar over de tijd heen. Dus, we gaan afsluiten. Mijn hart woont bij jullie hart. Elders heeft mijn hart geen plek. Dag, lieverds.